naam is Ahmed Dikbas, projectleider Team Next. En we zijn hier vandaag bij het verkiezingsfestival van Alberta, vertegenwoordigd met meer dan 20 klassen, verspreid over 5 colleges. Hallo allemaal, mijn naam is Saïd Kasmi en ik ben onderwijswethouder. Ik ben hier vandaag op het Alberta met het verkiezingsfestival. Ga alsjeblieft stemmen, het gaat om jouw toekomst. Corona heeft laten zien hoe het belangrijk is dat jongeren ook een stem hebben in de politiek. Het gaat om jullie toekomst, ga stemmen. Wie moet er nog gaan stemmen? Jongeren, luister, het is nu de tijd. Zorg dat je op een partij stemt die voor jouw belangen opkomt. Represent jezelf, want wat er niet is, kan je niet vertegenwoordigen. Hallo, ik ben Mina, de nummer 5 van GroenLinks. En we hebben het vandaag gehad over heel veel belangrijke onderwerpen, zoals betaalbaar wonen. En als we dit soort problemen willen oplossen, dan is het heel erg belangrijk dat jij gaat stemmen. Ik ben Sam Mak, kandidaat nummer 5 voor het CDA hier in Rotterdam. En juist voor jongeren is het belangrijk om te gaan stemmen. Denk maar aan grote opgaven op het gebied van klimaat of de woningcrisis. Dus geef jongeren een stem, ga stemmen en stem op een jongerenkandidaat. Hoi iedereen, mijn naam is Renel Boyaval en ik stond hier namens Volt. Het was ontzettend leuk om met jullie in gesprek te gaan. En ga vooral stemmen op 16 maart. Dankjewel. Ik ben Basjo, de kandidaat raadslid voor de SP. Het is ontzettend leuk om hier te zijn bij het verkiezingsfestival. Jongeren moeten gaan stemmen, want betaalbaar wonen is ontzettend belangrijk. Als jongeren hun stem laten horen, dan gaat dat een verschil maken. Mijn naam is Arno van der Veen en ik ben de lijsttrekker van de Socialisten 010. De Socialisten 010 kiezen voor de mensen, niet voor het geld. Ga stemmen de komende week, want jouw stem telt. En als jij niet gaat stemmen, doen anderen het voor je. Mijn naam is Kai Johari en ik ben voorzitter van de JOVD Rijnmond. Ik vind het belangrijk dat dit verkiezingsfestival er is, omdat alle jongeren moeten weten wat er gebeurt in de politiek. Het is belangrijk dat alle jongeren gaan stemmen, omdat elke stem telt en elke stem vertegenwoordigd moet worden. Ik ben Jorik van der Ent, de nummer 6 op de lijst van Jong Rotterdam. Vandaag ben ik op het verkiezingsfestival op het Alberta College. Vandaag gaan we proberen om te kijken of de jongeren hun stem willen laten horen. Dus zorg ervoor dat je gaat stemmen.